Ja, daar zitten we weer. Gisteren zijn we aan de slag gegaan met macrofotografie. Eergisteren ben ik aan de slag gegaan met landschapsfotografie. En dan kan natuurlijk vandaag de derde tak van sport niet uitblijven. En dan noem ik even niet de eigen huisdieren, maar dan gaat het natuurlijk om dierfotografie. En iets wat we natuurlijk op dit moment heel mooi kunnen doen in onze eigen tuin, als we toch niet weg mogen, is vogels. Er zitten al heel veel vogels bij mij in de tuin ook. Hierachter zijn twee hegemussen, druk bezig met kleine hegemusjes te maken. En daarom een aantal foto's die ik binnen heb gekregen. Heel diverse foto's. Weer een spectaculair moment. Een tuinvogel erbij. Nou, allerlei verschillende vogelfoto's. Dus die gaan we bespreken. En hopelijk komen daar weer ook diverse tips uit. Waar jij dan mee aan de slag kan. Kijk je mee, Tosca? Blijf je met je bot bezig? Ik ben bang dat ik alleen moet kijken. We beginnen met een foto van Hanneke. Hanneke heeft een foto gemaakt van een ransuil. En ze zegt van ja, het woei die dag heel erg hard. Het lukte mij niet goed om de oren of de pluimpjes die we bekend zijn van een ransuil, om die goed scherp te krijgen. Als ik even inzoom, dan moet ik goed kijken, want de foto is natuurlijk niet al te groot. En zie ik dat ze net niet helemaal scherp zijn. En de vraag is eventjes, ja, wat had ik beter kunnen doen? Nou, buiten natuurlijk dat het geweldig is, hè? Die blik die vol zo in je lens kijkt. Wat een priemende ogen met dat knaloranje erbij. Het is natuurlijk een heel fraai portret, moet ik eigenlijk zeggen, van een ransuil. En dan ga ik gewoon eventjes kijken naar de instelling, want ik denk dat we daar het meeste mee kunnen halen. Ik zie 250 mm, dus niet al te ver ingezoomd. Ik zie een diafragma van 6.3. Nou, vaak met dierfoto's ben ik ook wel erg geneigd om ergens tussen de 5.6 en de f8 te gaan zitten. Niet te laag, want zeker in combinatie met die telelens loop je het risico dat je toch veel onscherpte krijgt door een te kleine scherpe diepte. Maar ook vooral niet te groot, want aan de ene kant kost dat vreselijk veel licht. En aan de andere kant krijg je dan ook steeds meer structuur in die achtergrond. En dat zorgt er weer dat het gaat afleiden, want eigenlijk is een dierfoto is net zoiets als een macrofoto. Denk aan de besprekingen van gisteren, waar we ook heel erg bezig waren met hoe kan ik die achtergrond mooi krijgen. Dat er wel iets gebeurt, maar dat niet concurreert. Nou, ik vind dat hier allemaal prima gedaan, dus wat dat betreft 6.3 kan ik helemaal goed mee leven. Wat je wel ziet, is dat ik 1/40ste seconde zie en tegelijkertijd ISO 100. Ik zal eventjes de dingen wat groter erbij zetten. Kijk, hier zie je het staan, 1/40ste seconde en ISO 100. Nou, voor 250 mm moeten we sowieso in eerste instantie al eens gaan kijken van wat voor sluitertijd zou je nou moeten hebben op het moment dat jij een bepaalde hoeveelheid inzoomt en uit de hand wil fotograferen. Ik ga er even vanuit dat je uit de hand hebt gefotografeerd. Het feit dat het waait heeft er ook mee te maken, maar ik ga eerst even kijken hoe kan ik nou zorgen dat de foto scherp is zonder dat mijn beweging, mijn eigen beweging, voor onscherpte zorgt. Nou, daar is een soort gulden regel voor. Een gulden regel, een handreiking, dat is zeker geen wet. Maar die zegt eigenlijk van zorg dat je sluitertijd sneller is dan 1/4 de gecorrigeerde brandpuntsafstand. Nou, wat is dat dan? De brandpuntsafstand is die 250 mm, dus gewoon hoe ver zoom ik in. En gecorrigeerd betekent in feite maal de cropfactor. Nou, ik zie hier een DX-lens staan, dus ik ga ervan uit dat we hier met een Nikon camera te maken met een cropfactor van 1,5. Dus dat betekent dat ik die 250 mm moet vermenigvuldigen met 1,5. Nou, dan kom ik grofweg ergens op 375 mm uit. 375. Dus dat betekent, als ik mijn rekenregel of mijn gulden handreiking bijgeef, dan betekent dat ik uit de hand kan fotograferen als ik een sluitertijd heb die sneller is dan 1/375ste seconde. Dat bestaat natuurlijk niet, dus dan krijgen we al snel iets van 1/400ste of 1/500ste seconde. Nou, je ziet natuurlijk dat het een VR-lens is. Dus dat betekent, zo'n lens heeft anti-bibber erin, die kan zichzelf stabiliseren. Dus dat betekent dat ik in feite met veel langzamere sluitertijden mag werken. En dan is hij nog steeds scherp, omdat die lens mij helpt. Nou, hoe ver dat dan is, dat is dan een aantal stops. Nou, stel dat ik even uitga van 1/500ste seconde en deze lens zou, ik ken de lens niet, maar goed, de lens zou bijvoorbeeld 3 stops eigenlijk voor zijn rekening nemen. Dan mag je die 1/500ste mag je naar 1 stop, dat is een factor 2, mag ik naar 250. Nou, van 250, dat is 1 stop. Hè. Dan gaan we naar 125 en dan gaan we naar 1/60ste. Dus dat zou betekenen dat je met 1/60ste uit de hand kunt fotograferen. Nou, ik zie je 1/40ste staan. Dus wat dat betreft zit je redelijk in de safe zone van deze lens om uit de hand te fotograferen. Zelf hou ik er niet zo vreselijk van om op die manier te gokken. Daarnaast
hebben ook nog te maken met een bewegend onderwerp. Dus aan de ene kant denk ik van ja, je zit heel erg op het randje van wat die lens eigenlijk kan corrigeren. Overigens zit er aan die rekenregel ook nog een soort persoonlijkheidsfactor. De ene persoon heeft gewoon een veel stabielere hand dan de andere persoon. Dus zelf ben ik altijd erg geneigd van als ik 1,250 of 1,275 zou moeten aanhouden. Ik zou met een telelens nooit erg veel lager gaan dan 1/100ste of langzamer dan 1/100ste. Ik zou eigenlijk willen proberen om dat toch zoveel mogelijk snel te houden. Zeker omdat mijn onderwerp ook beweegt. Die vogel gaat echt niet 1/40ste seconde speciaal voor jou stilzitten. Ja, een uil misschien dan nog net, hè, want dat is nogal een stil beest. Maar die oortjes niet, die bewegen in de wind. Heb je een ISO 100? Nou, die ISO 100 kan je natuurlijk makkelijk ophogen. Die ISO 100 die kan wel naar 200, 400. En tegenwoordig kunnen we naar 1600 en dan merken we nog nauwelijks ruis. Had ik hier naar 1/800ste gegaan... Dan is dat ten opzichte van of 800, ISO 800 gegaan. Dan is dat ten opzichte van ISO 100 is dat 200, 400, 800 is 3 stops. 1600 is zelfs 4 stops. Dat betekent dat dan die sluitertijd van mij, die was 80, 160, 320, 640 geworden. Nou, dan kun je zeggen ik heb VR, die uil staat stil, dus ISO 1600 vind ik misschien wat overdreven. Maar hoog die ISO op. Zorg ervoor dat als je met dieren bezig bent, dat die ISO echt niet te laag staat. Zeker niet als je in de wind bezig bent, maar ook niet als je bezig bent met allerlei bewegende vogeltjes. Hoog die ISO op. Zorg ervoor dat je niet op het scherpst van de snede gaat zitten en ja, mijn VR-lens die kan het aan of ik werk op statief. Die vogel zit niet stil. Die vogel is bezig. Zorg ervoor dat je je ISO gewoon ophoogt. En schroom er niet voor met de tegenwoordige waanzinnige camera's. Schroom er niet voor om gewoon keurig netjes naar ISO 800 of zelfs naar 1600 te gaan. Ja, ik krijg dan een beetje ruis. Liever ruis dan een bewogen foto. Bewogen foto is mislukt, maar ruis kunnen we er altijd nog uithalen in de nabewerking. Nou, de volgende foto is weer van Yuki. Daar zijn we gisteren ook mee aan de slag geweest. Ik vind het gewoon zo ontzettend leuk dat hij zoveel foto's heeft ingestuurd. En wat ik vooral heel erg leuk vind is dat dit gewoon een tuinvogel is. En de grap is, ik ben ooit eens een keer in een hut van een bouwmeester geweest. En daar waren alleen maar koolmees. En dan kun je zeggen, ja, die heb ik ook in de tuin. Maar heb je gezien wat een waanzinnig vogeltje zo'n koolmees is? Het is echt een ontzettend mooi vogeltje. Ik vind het een van de mooiste vogeltjes die we hebben in Nederland. Vanwege die mooie kleur, dat groen op zijn rug, die streepjes op zijn vleugels. Dat wit hier bij zijn wang. En dan dat zwart op zijn kopje en dat geel hier aan de borst. Echt een heel mooi vogeltje. Nou, dan ga ik eens kijken naar de foto. En we kunnen natuurlijk over compositie hebben. Nou, de compositie vind ik op zich best wel heel leuk. Het is een heel natuurlijke compositie. Ik vind die takjes helemaal niet zo storen. Simpelweg omdat het vogeltje zelf gewoon een hele andere kleur heeft. Je kunt een beetje twijfelen over dat lichte plek hier aan beneden. Nou, dan kun je zeggen van, goh, ik snij dat een klein beetje af. Nou, dan kun je misschien zeggen, ik vind het zonde als ik dit zo... Nou ja, het kan op zich wel. Ik kan hier een stukje afsnijden. Kijk, en dan ben ik dat witte wat kwijt. Is hij misschien wat aan de krappere kant? Dus nou, dat is even een twijfelgeval. Maar de foto zelf, zeker als ik naar het histogram kijk, oogt ontzettend donker. Nou, als ik naar de instellingen kijk, ik kan helaas het diafragma er niet bij vinden. Dus ik heb geen idee wat voor lens je precies hebt gebruikt. Of sorry, ik kan de aantal millimeters er niet bij vinden, dus het is niet helemaal duidelijk welke lens je hebt gebruikt. Maar ik zie heel mooi dat je een hoge ISO hebt gebruikt. Weer die 6.3 die we net ook al hadden. En 1 ISO 800. Nou, zeker met koolmeesjes, die zitten echt totaal niet stil, is het een hele goede instelling. Aarzel niet, zet die ISO gewoon hoog, zodat je zeker weet dat je foto scherp is. Nou, als ik ga inzoomen, dan zie ik dat die nagenoeg scherp is. Dus wat dat betreft, hartstikke goed gedaan. Maar ik vind hem wel heel erg donker. Nou, hoe dat donker komt, dat weet ik niet zo goed, want het lijkt mij dat die achtergrond echt niet zo vreselijk licht zou zijn. En een lichte achtergrond zou die belichting enorm naar beneden drukken. Maar moet je eens kijken wat er gebeurt als ik deze foto's wat ga oplichten. Nou, dan zie je dat ik op dit moment de ruis vreselijk aan het versterken ben. Dat is het grote nadeel van oplichten. Op het moment dat je gaat oplichten, ga je ruis versterken. Dat is gewoon ontzettend jammer. Maar tegelijkertijd zie je al veel meer tekening in dat vogeltje. Nou, dan krijg je het risico, ik zit natuurlijk nu op een klein JPG'tje te werken, het risico dat het licht wat overbelicht. Maar goed, dat kan ik met de hooglichten wel een stukje eruit trekken. Ik kan natuurlijk zeggen van, goh, via mijn detail haal ik gewoon een klein beetje van de ruis haal ik eruit. En ik hou de contrast een beetje in. Moet je eens kijken wat een ontzettend mooi beeld, even die gegevens eraf, een ontzettend mooi beeld ten opzichte van het hele donkere beeld. Veel meer tekening in dat vogeltje, veel meer kleur in dat vogeltje, want deze foto oogt echt een stukje te donker. Nou, de laatste foto's die ik hier erbij heb, die zijn van Bert. En Bert geeft me aan van ja,
het moment was waanzinnig. En dan pak ik deze foto, maar moet je vooral eens naar de volgende foto kijken. Dit is toch kicken, als je dit mag meemaken, als je dit mag vastleggen als fotograaf. Een kraai, als ik het goed heb, is het een kraai of is het een raaf, die grijpt van bovenaf een zeearend. Nou, dat is natuurlijk waanzinnig. Maar hij zegt, de foto aan zich is niet zo spannend. Waar ligt dat nou aan? Ja, het onderwerp staat volledig in het centrum. Is dat dan gek? Ja, dat is misschien niet het meest spannende. Maar als jij een vliegende zeearend hebt en je wordt die aangevallen, dan ga je niet op dat moment kijken, ik zoom helemaal in en ik ga zorgen dat mijn onderwerp in een gulden snedepunt zit. Want dan loop je gewoon het risico dat je op dat moment net dat beeld uitvliegt. Dus zeker met vliegende beesten, zeker met rennende dieren, dieren die bewegen, is altijd mijn advies. Zoom een klein beetje uit, kader wat ruimer. En dan kan je later wel in de nabewerking kun je zeggen, ik snij wat uit. Maar dan loop je niet het risico dat je puntjes van vleugels mist of nou, noem maar op. Want dan ben je eigenlijk, ja, dan is die foto sowieso mislukt. Nou, dan kunnen we natuurlijk gaan mouwen over het feit dat die berk precies achter die zeearend zit. Kun je daar wat aan doen? Nee, ik zou op dit moment waanzinnig blij zijn met dit moment. Maar in de nabewerking kun je zo'n foto natuurlijk best wel wat dramatiek meegeven. Nou, in ieder geval begin ik met die foto in ieder geval een stukje uit te snijden. Nou, hij vliegt naar links, dus dan is de logische om dan die negatieve ruimte, denk weer aan wat ik gisteren heb verteld over negatieve en positieve ruimte, om die negatieve ruimte in dit geval aan de linkerkant vooral te houden. Dus dan kan ik bijvoorbeeld zoiets doen. Nou, ook hier kun je zeggen, we lezen van links naar rechts. Dus misschien is het een idee om de foto wat te spiegelen, zodat hij als het ware meer mijn beeld binnenvliegt. Maar dat is een persoonlijke keuze. Wat ik voor de rest heel erg mooi vind, je ziet heel veel licht erbij. Dus je kan eens zeggen van, goh, ik ga de foto een klein beetje donkerder te maken, maar ik ga vooral dat contrast eens wat boosten. En ik haal die lichte partij een klein beetje eruit. Ik heb dat contrast wat geboost. Wat ik verder een beetje jammer vind, is de behoorlijke blauwtoning, magentatoning. Dus je kan zeggen van, ik maak hem een klein beetje warmer van kleur. Nou, die lichte tonen haal ik er nog een klein beetje in. En ik een klein beetje levendigheid of clarity voeg ik toe. Om de dramatiek nog ietsjes te vergroten. Nou, je kan het contrast natuurlijk zo boosten zoals je zelf leuk vindt. Een beetje uitkijken met al te ver. Hè. Nu dreig ik de structuur in de vogel te verliezen. Maar ik vind dit foto wel veel, veel dramatischer dan als ik bijvoorbeeld de vorige. Want die oogt gewoon. Nou, ik krijg weer hetzelfde verhaal. Weer iemand die, ik heb nog geen reactie gekregen, iemand die weet waarom ik soms als ik een before wil laten zien gewoon een zwart beeld krijg. Ik weet het nog steeds niet, dus graag eventjes laat het in de comments even achter. Maar je moet wel zien dat als ik hem nu bekijk, en dan kan ik even het vorige beeld of het andere beeld erbij pakken, dat je nu veel meer in dat beeld kruipt en die dramatiek wat vergroot hebt. Heel mooi die structuur van die bomen, die achtergrond erbij. Ja, op dit moment krijg je een veel dramatischer beeld van zo'n attack, hoe dapper is dat als je zo'n enorme vliegende deur durft aan te vallen? Nou, laat het maar een kraaiachtige over, die durven dat wel. Vier heel verschillende dierfoto's. En ook hier weer, gaan lekker experimenteren met vogeltjes in de tuin. Want daar kun je hele leuke dingen mee doen. Het is een fantastische hond, maar ik ben bang dat van natuurfotografie ze nog niet zoveel gaat leren. Weinig oog voor de foto's, maar veel oog voor het bot. Hé, dit was weer de vierde fotobespreking. Deze keer ging het helemaal om dieren. Nou, morgen gaan we weer verder met nieuwe foto's. Blijf ook vooral insturen, want ik krijg heel veel foto's binnen. Maar blijf ze ook vooral insturen, dat geeft mij lekker de keuzemogelijkheid. Stel ook vooral je vragen erbij. Ik zet ook straks weer even het linkje er ook bij over het artikel. Waar je kunt kijken hoe je het precies kunt insturen en wat de specificaties zijn. En voor nu gewoon heel veel succes. Ga eens naar buiten kijken. Kijk naar de vogels. Kijk wat je daar vooral mee dan. Mocht je nou vogelfoto's hebben gemaakt of andere foto's hebben gemaakt naar aanleiding van deze fotobespreking en tips, aarzel niet om dat op de social media te zetten. Tag mij erin of hashtag fotobespreking. En dan kunnen we met z'n allen weer kijken wat voor leuke dingen we hebben gedaan. En op deze manier hoop ik dat we onze crisistijd goed doorkomen en tegelijkertijd nog steeds heerlijk bezig kunnen zijn met onze grote passie, namelijk natuurfotografie. Of natuurlijk op je bot kouwen. Ieder zijn passie.